Laten wij eens even... Even bellen met... En als dat lukt, met dokter Pepijn van Houwelingen, Kamerlid voor het Forum voor Democratie. Ben je daar, Pepijn? Mij? Ja, ik hoor jou. Ver weg. Ah, oké. Okay. Waar zit je? Ergens in een bunker, zoals de hele partij? Ergens ondergedoken? Of waar zit je, joh? Nee, ik zit nu thuis. Ik zit thuis. Oké, ik plaag je een beetje. Je had me trouwens je nieuwe boekje opgestuurd. Microfobie, de cult van de kolossale. Ziet er interessant. Ik heb het nog niet gelezen. Dus daar komen we misschien later nog op terug. Ik wil het nu met jou even hebben over die overheidscampagne. Ja, dankjewel. Ja, dat is een oproep eigenlijk van Blokhuis. Toch eigenlijk goed bedoeld. En ja, het is een beetje rapperig. Misschien werkt het bij de jongeren. Ja, oké. Dit is een goede campagne, kan dat zijn. We hebben het opgevraagd. We hebben zelf toegegeven dat het een dure campagne was, relatief. 50.000 mensen hebben de website bezocht. Dus het omrekend is dat €60 per persoon. Dus wij vragen ons af of dat efficiënt... Nou ja, oké. Hoeveel procent heeft dat eigenlijk iets mee gedaan? Maar voor ons is de grote vraag, ook bij het hele ministerie... Daar zijn we ontzettend mee bezig geweest de afgelopen weken... Hoe efficiënt en hoe goed wordt het geld besteed? En dan gaat het over de begroting van 2020. Daar zijn met heel veel mensen ingedoken, documenten opgevraagd. We hebben ook met informanten besproken. En dan is deze week is dus het grote debat over wat ze noemen de slotwet, over de begroting. Ja. En ja, en wat blijkt dus, dat er dus heel veel is misgegaan. En wij willen dat helemaal tot de bodem uitzoeken. Okay, de begroting heb ik zo even, maar toch even afmaken nog die campagne. Ja, Denkt als Kamerlid, ja, dit soort campagnes, dat werkt niet. Of zeg je, het is zonde van het geld. Kijk, €60 of €80 per bezoeker is natuurlijk een beetje pittig, ja. Ja, maar oké, en hoeveel procent daarvan heeft uiteindelijk iets ermee gedaan? Wordt dat gemeten? Dat zou je dan opnieuw moeten vragen. Maar oké, het is meer van... Het is een keer kijken van... Oké, wat levert er... We hebben dus wat statistiek opgevraagd. Ja. En ja, wij vragen ons af of dat efficiënt is. Nou, oké, maar dat is nog peanuts vergeleken bij... Het grote probleem is dus de coronahulpgoederen die zijn besteld afgelopen jaar. En dat is een aanbesteding. Niet over Siewert, alsjeblieft. Niet over Siewert. Eén zaterdag niet. Ik zal niet over Siewert beginnen, maar... Ja. Daar begint dus niet over, maar het staat symbool voor. En dat is mijn punt. Zijn mensen daar echt aanwezig voor met tientallen miljoenen, misschien wel 100 miljoen aan overwinsten, zo noem ik hem even, weggelopen. Ja. En dat moet tot de bodem worden uitgezocht. Met andere woorden, jij verwacht veel meer gevallen als Siewert van Linde. Ja, precies. En daar gaat het mee. Want dat is eigenlijk een rookgordijn. Dat is een kleine vis. Dat is een kleine vis. En wat daar gebeurd is, en daar hebben we nou redelijk betrouwbare aanwijzing voor, dat bijvoorbeeld in het LCA, het Landelijk Consortium Hulpgoed, dat hebben ze met zichzelf handel op bedrijven. Van de Mediek, dat private equity ook. Nou ja, dat wil zeggen, ze hebben dus orders uitgezet, maar met onder condities, maar bij bedrijven die ze ook zelf bezitten. Ja. Dat is een kartel geweest. En dat in het begin was dat te begrijpen, net op mij, want toen was de markt verstoord, maar daarna zijn ze ermee doorgegaan. En ze hebben dus, om even een voorbeeld te geven, dus dan om het een beetje inzichtelijk te maken, als je bijvoorbeeld gaat testen, dan maakt de prevalentie in de bevolking van de corona maakt heel veel uit. Want als je die heel laag is, dan kun je dus heel veel testen bij elkaar doen, statistisch, en dan hoef je eigenlijk maar 1 keer voor 100 mensen te testen. En maar ze hebben dus de testen ingekocht per test. Dus ze hebben elke keer per test betaald. En als je dat aan de markt had overgelaten met offsetters, was de prijs veel lager geweest. Maar zo hebben ze dat dus. Ze hebben dus tot nu toe eigenlijk hebben ze heel veel geld onnodig daaraan besteed. En daar zijn dus heel veel winst ook mee gemaakt. En dat willen we dus door de algemene rijk. Om bijvoorbeeld dat testen, dat is natuurlijk inderdaad groot geld geweest. Bijvoorbeeld in die laboratoria waar vaak. Doktoren die wij op tv zien optreden, die zijn daarnaast aangehouden in zo'n lab. En die krijgen daar, meen ik, zo'n €60 per test voor met hun maat. Ja. Klopt dat? Inderdaad. Ik ben niet exact genoeg. Maar is een commerciële tester veel goedkoper dan? Nou, er is dus de prijzen dus zijn, wat wij horen, wat wij zien, veel te hoog is. Maar ook omdat de manier, dus zo'n commerciële tester kan nu bijvoorbeeld 10 tests in 1 keer doen. Omdat hij dan gooit hij ze bij elkaar, het is eigenlijk statistiek. En dan heeft hij dus eigenlijk 1 test gedaan en dan krijgt hij daar wel 10 keer voor betaald. Ja. Het is maar 1 voorbeeldje dit, hè. En dat moet dus tot de bodem, maar dat kan dus niet. Omdat, dat is het punt, daar zijn wij zo boos over. Ja. Omdat ze dus het in een schimmige consortiumconstructie hebben gedaan, wat buiten de archiefwet valt, buiten de WOP, buiten de competitiviteit zit. Dus wij als Kamer moeten daar grip op krijgen. Wie ga je valt overal buiten. Daar ga je nu Hugo de Jonge op aanspreken, want eigenlijk was die campagne waar ik net over had, was natuurlijk Paul Blokhuis, maar goed, dat is de knecht. Ja, nee, we hebben drie kwartier lang, dat is ongehoord lang, hebben we hem gegrild in dat debat over die begroting. Ja. We hebben moties ingediend, maar ze zijn allemaal onderaan. Er wordt dus dinsdag over gestemd en we hopen, daarom ben ik zo blij dat ik hier ook iets kan zeggen, dat misschien andere partijen toch die moties willen steunen, dat we tot de bodem
gewoon kunnen laten uitzoeken. Niet alleen door Deloitte. Dat wil ik niet doen, maar het moet de algemene rekenkamer zijn die het doet. Je zit nog een paar. Ik heb het voor me zin. Ik weet niet wanneer ze uit elkaar spatten, maar je zit er nog wel een paar weken in ieder geval. Dus rustig praten. Oh, sorry. Hey, luister, je wil natuurlijk een nieuwe omzicht worden. Het probleem natuurlijk wel als jij, kijk, jij bent dokter in de dit en de dat. Je hebt wijsbegeerd gedaan, economie. Je hebt op de meest bizarre universiteiten gezeten. Hiroshima City. Ik wist niet dat ze daar nog een universiteit hadden. Hebben we dat voor niks gebombardeerd of zo? Nou, oké. Dat is wel lastig, denk ik, als je zo'n mooi cv hebt om bij een partij die natuurlijk vaak wat feitenvrij wil redeneren te functioneren. Ja, ik ben ontzettend trots op Jort, op onze partij. Ik vind het team is geweldig. Ja, ik ben heel trots. Ja, ik zeg het uit gods om uit. Het is natuurlijk een klein overzichtelijk team inmiddels. Ja. Ja, nou ja, nee, kom een keer langs, zou ik ook zeggen. Het is geweldig. Het is zo. Het is, ja joh, we werken samen en we werken keihard. Nou. En dat is even, als je mijn beleving wil vragen, dat is mijn beleving. Ja. Oké, succes met de stemmingen aanstaande. Ja, dank je wel, dokter Pepijn van Houdingen.